Project Comeback. Goed voorbeeld doet goed volgen. En dat kunnen jongeren in tijden van corona wel goed gebruiken. Om een inspiratiebron om misschien aan de slag te gaan met iets of andere dingen juist later. We gaan het vragen aan Barbara Barend. Zij is journalist, sportjournalist en initiatiefnemer van Project Comeback. En ook in de studio zit wethouder Paul Dirksen. Barbara Barend, wethouder Paul Dirksen, allebei van harte welkom hier bij Sleutelstad. Ja, misschien kun je in het kort even uitleggen, Barbara, wat is Project Comeback? Project Comeback is ontstaan tijdens corona. En naast dat ik sportjournalist ben ik ook ondernemer. En werden er heel veel dingen gecanceld die wij deden. We zouden naar de Spelen gaan, we zouden naar de EK gaan in echt de allereerste coronaperiode. Nou, daarnaast zijn we gaan kijken, wat kunnen we nou wel op dit moment doen? We kunnen sporters koppelen aan kwetsbare mensen. En toen kwam eigenlijk de tweede lockdown en toen las je steeds meer over jongeren die het moeilijk hebben. We hebben heel veel gedaan om onze ouderen en kwetsbaren te beschermen. Maar in mijn idee een beetje over het hoofd gezien dat er heel veel jongeren gewoon heel veel last hadden van niet meer naar school kunnen gaan, niet meer kunnen sporten, een heleboel dingen niet meer kunnen doen. En toen zijn we gaan nadenken, wat kunnen wij nou met ons bedrijf, Helden, daar misschien aan doen? En we hebben een heel groot netwerk aan sporters. Eigenlijk staat iedereen wel in mijn telefoonboekje. En toen dacht ik, hoe leuk is het als ik die sporters ga vragen of ze jongeren weer willen helpen en willen inspireren. Want een mooie metafoor is dat iedere topsporter kent heel veel dalen en een klein beetje pieken. Maar ze weten iedere keer daar weer van terug te komen. En heel vaak is ook een intrinsieke motivatie niet altijd mooi. Dat is omdat ze in hun jeugd iets vervelends hebben meegemaakt. Gepest zijn, een ouder zijn verloren. Iets waardoor ze de wereld willen laten zien wat ze kunnen. Toen dacht ik, hoe tof is het nou om onze grootste topsporters van Nederland te koppelen aan jongeren die het gewoon lastig hebben op dit moment. Om te laten inzien dat wat ze hebben meegemaakt, ze misschien ook juist wel kan helpen en kan motiveren. En dan is de grote ambitie dat we in 2035 de meest weerbare generatie ooit hebben. En dat dat mede ingezet is door die mooie lessen, wijze lessen van topsporters. Ja. Nou, dat was toen een idee. En de eerste die ik belde was Virgil van Dijk. En die zei, nou Barbara, wat een mooi idee. Ik doe mee als het zover is. En zo is het begonnen. En zo ben ik eigenlijk ook de burgemeesters gaan benaderen. Ook jullie burgemeester. Die ik dan weer ken, omdat ik hier een keer op 4 mei heel mooi met mijn vader heb mogen spreken. En heel veel burgemeesters reageerden enthousiast, koppelden ons dan weer aan wethouders, aan medewerkers. En zo is het project live gegaan. Het is niet heel kort, het is iets langer, maar zo is het een project geworden wat we landelijk met 10 gemeentes nu uitrollen. En waar ontzettend veel enthousiaste topsporters aan meedoen. Vandaag, as we speak, staan we in Groningen met Epke Zonderland, die weer voor een zaal met 70 studenten staat. Nou ja, zo zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Nou, ik kan me helemaal voorstellen waarom Leiden hier aan mee wil doen. Maar misschien kan de wethouder het ook nog even toelichten. Ja. Waarom meteen gezegd yes? Ja, nou ja, als je het enthousiasme van Barbara hoort, dan ben je om. Hè? Dan ben je al verkocht. Zo simpel is het. Maar het past ook heel erg goed bij de stad Leiden. We hebben natuurlijk in coronatijd gezien dat jongeren het inderdaad zwaar hebben. We zijn vrij snel begonnen met ook allerlei netwerkjes op te zetten in de stad. Van wat gebeurt er nou precies? Wat gebeurt er bij sportclubs, bij scholen, studenten? Vooral ook de generatie die in hun eerste baan zitten. Echt een groep die we inderdaad landelijk een beetje vergeten zijn, maar die we ook lokaal hebben geprobeerd op te pakken. Ja, en als je naar ons sportbeleid kijkt, dan zit daar ook heel nadrukkelijk dat rolmodellen idee in. Wat ik ook wel terughoor bij het Heldeninitiatief. Dus dat inspiratie brengen bij de jonge generatie. Verhalen van inderdaad vaak dalen en af en toe. En dan die piek is natuurlijk mooi. Hè? Dan de held gaat door het putje en komt uiteindelijk boven. Ja, dat inspireert ook om te gaan bewegen. Dat hadden we al. En dus het is gewoon een hele goede match om dit project ook te gaan ondersteunen. En ook de stad in te rollen. Nou, en wat ook het leuke is, dat hebben we ook gezegd. We willen niet weer een nieuw initiatief. Dus we zoeken heel erg ook de samenwerking met de gemeente en met de lokale initiatieven. En dat was ook heel leuk bij Leiden. Toen we met de collega's spraken van, dit kunnen we dan cadeau geven aan een bepaalde groep jongeren. En wat mooi. En met die organisatie samenwerken. Ja, voor welke groep jongeren is dit specifiek? Nou, het initiatief hebben we eigenlijk gedefinieerd met elkaar van 14 tot 23 jaar oud. Maar iedere gemeente kijkt van, waar heb ik de meeste behoefte. Hoe wil ik een bepaalde groep jongeren bereiken om ze vervolgens via onze eigen mooie projecten, want wat jullie ook hebben, je hebt heel veel doen gemeenten al. En dit is eigenlijk een extra steuntje om ze naar mooie initiatieven die de gemeente al heeft met Sol, een van de jeugdorganisaties hier, de scholen die van alles doen om ze daar naartoe te krijgen.
Dus dat is denk ik ook nog het leuke, dat we heel erg de samenwerking opzoeken. Dus het is niet met Project Comeback, we zijn weer even gaan weg. Nee, we proberen eigenlijk de sporters als middel te krijgen om ze aan te zetten. Om te gaan bewegen, om open te zijn over depressie, om hulp te zoeken. En hun grote voorbeelden, Virgil van Dijk, die vertelt, jongens, juist ook jongens, durf kwetsbaar te zijn. Ben ik ook geweest. In mijn moeilijkste momenten, durf met iemand te praten, want er zijn altijd mensen die je willen helpen. En iedere gemeente heeft mensen die je willen helpen. En natuurlijk benadrukt iedereen ook het belang van sport, van bewegen, van je agressie even kwijt kunnen. Van even, ja, lekker iets anders, je kop even verzetten. En ja, die boodschap kunnen wij wel uitdragen. Maar dan denk ik dat ze wat minder luisteren. Ja, klopt. En als dan... Ja, hier in de stad komen Fleur Jong en Levi Richters. Dat is een K1 fighter en Fleur Jong, een Paralympisch atleet. Over omgaan met tegenslag, over een comeback maken. Ja, dat vond ik ook maken. Wel heel erg mooi. Dat er ook iemand zit vanuit de Paralympische groep. Ja, omdat ik denk, die hebben natuurlijk sowieso wel een extra overwinning te doen. En dat zeggen, als je dan de verhalen hoort, dan hebben soms die nog bij wijze van spreken minder last gehad dan sommige verhalen die je ook wel van de topsporters hoort. Hoor. Maar ja, nee, om te zien... Beetje ook in de gedachte natuurlijk van Bibi Amantel, wat kan ik wel? Ja, en Fleur Jong is daarin een fantastische ambassadeur. Ook een onwijs leuke meid. Goud gewonnen op de Paralympische Spelen ook afgelopen jaar. Dus ja, die kunnen heel goed, veel beter dan wij allemaal, de jongeren aanspreken. En dat is het tof van dit project, denk ik. En wat is dan de doelgroep hier in Leiden specifiek? Is dat van 14 tot 22 of heeft Leiden nog ietsjes versmald? Jullie hebben meer mbo'ers, dacht ik. Ja, we hebben eigenlijk... We hebben al heel veel op dit vlak. Hè. We zijn natuurlijk ook tijdens de coronacrisis ook begonnen met die Lekker Bezig Leiden campagne. Juist bedoeld voor jongeren om te laten zien. Er zijn heel veel jongeren die zich wel aan de regels houden. En dat heeft allerlei impact op ze. We zijn met de buursportcoaches al heel lang bezig om die wijken nog veel meer in beweging te brengen. Vooral jongeren die nog niet bewegen. We hebben inderdaad op het mbo, we hebben hier natuurlijk een groot mbo in de stad. Nou, daar komt een hele grote groep uit de hele regio bij elkaar. Waar sport en bewegen, het is wel een richting daar, maar... Buiten, als je daar niet op zit, dan heb je eigenlijk helemaal niet zoveel sport- of beweegmogelijkheden. Dus we hebben gekeken, hoe kun je dit nou, precies zoals Barbara zegt, hoe kun je het nou inbedden in wat je al doet? Want een project doen is altijd leuk. En zeker als er, zeg maar, bekende gezichten bij betrokken zijn, dan trekt dat altijd wel mensen. Maar je wil natuurlijk dat het impact houdt. En dus bedden we het in wat we allemaal al doen. En daarom past dat denk ik ook heel erg goed. Ja, want met zo'n project Comeback, dan haal je topsporters zeg maar ergens naartoe en die zet je voor een groep jongeren. Ja. Dat klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar hoe geef je dat dan een vervolg? Want je kunt natuurlijk Virgil van Dijk of Fleur Jong kunnen natuurlijk heel enthousiast vertellen over wat zij allemaal meegemaakt en hoe ze het toch bereiken. Maar ja, hoe gaat dat dan verder na dat uurtje of ander? Ja, nou wat we doen is eigenlijk, de introductie is een van onze hosts, we hebben twee hele leuke hosts, Mo Hershey en Amber Roner, die interviewen de topsporters en daarna neemt een coach het over. En dat is of een coach die wij leveren of in samenwerking met de gemeente. En die gaat dan door op de onderwerpen, meestal kiezen we één thema, om ook, wat zijn nou jouw doelen, wat zit jou in de weg, wat wil jij bereiken, waar wil jij mee aan de slag gaan? Dus... ze worden geïnspireerd door die mooie verhalen, maar daarna gaan ze meteen ook naar zichzelf kijken. En het mooie daarna is dat met de projecten die er al in de stad zijn, kunnen de lokale partners natuurlijk meteen aanspreken. En we luisteren mee, hè? Dus als we horen dat iemand het psychisch moeilijk heeft of andere dingen of behoefte heeft aan sport, dan zitten de mensen daar direct om te zeggen, hey, heb je hier al eens naar gekeken of hier hebben we potjes voor of kom eens hier langs. Dus daarom doen we het ook juist met de partners. Om te zorgen dat we daarna dat je met die jongen verder aan de slag kan. En natuurlijk is onze ambitie dat dit een blijvend programma is. Dat we volgend jaar het landelijk uitrollen. En los van de sessies in je eigen stad, hè, maken we ook maken we video's, content zoals dat zo mooi heet. Van alle sessies in heel het land. En die stellen we ook weer beschikbaar. Dus... Dan kunnen de jongere organisaties, dat zijn eigenlijk soort masterclasses van Virgil van Dijk, Steven de Vrij, Femke Bol, Said El Mourabiti, al dat soort namen. En die kunnen jullie ook weer gebruiken, of bij welzijnsorganisaties of op school. En ja, daar is je overweeg nu bijna een soort lesmateriaal van te maken. Omdat er Abdi Nageye, de vluchteling natuurlijk, die zilver won op de marathonloper... Ja. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk duurzaam materiaal. En alle gemeenten die instappen, hebben dat ter beschikking. Dat blijft gewoon ook
nou ja, van jullie of voor jullie. Maar juist omdat de samenwerking met de lokale partners en met de gemeente dan zo goed is, kunnen jullie weer verder door. En als er dan weer behoefte is dat wij invliegen met een sporter of iets doen, dan doen we het natuurlijk met alle liefde. Maar Leiden en hun sociale partners hebben veel meer verstand echt van dat jongerenwerk. Wij hebben verstand van de inspiratie, de topsporters regelen en we zien hoe jongeren daarop reageren. Maar de echte experts die zitten natuurlijk in de stad zelf. Ja, nou dan wil ik toch even een beetje advocaat van de duivel spelen, want wat mij soms dan bekruipt als je het hebt over van, hè, mensen kunnen inspireren, is dat het zo lijkt zo van, nou, als je maar je best doet, dan komt het allemaal wel goed. Ja. En wat ik me ook kan voorstellen, dat voor jongeren voor wie dat dan toch nog niet lukt, dat die dan denken, oh, dan ben ik een dubbele loser, want ik kan het niet. En dan staat iemand die staat te vertellen, ja, die is uiteindelijk toch profvoetballer en die verdient hartstikke veel geld. Ja. Ja. Nou, dat is wel, vind ik, een hele goede gevaarlijk, hoor. Dat is ook wat Maarten van der Weijden ook zegt, hè? Dat je altijd krijgt wat je toekomt als je je best doet, totdat hij op zijn 19e kanker kreeg. Ja. Was mij dat dan ook wat mij toekwam? Dat vind ik een hele goede. En dat geven de sporters ook mee. Dat ze dus ook, je bent niet alleen maar geslaagd als je een profvoetballer wordt, maar ze geven juist heel erg aan, als je het moeilijk hebt, durf om hulp te vragen. Durf je kwetsbaar open te stellen. Er is altijd iemand die naar je wil luisteren. En in jouw gemeente zijn er mensen voor. Laat het ons weten. En dat is denk ik daar het mooie. Dat de meeste topsporters, het gaat ook niet zozeer om die gouden medaille. Hè? Ook met Virgil van Dijk, niet over het winnen van die Champions League. Het ging veel meer over, welke mogelijkheden heb ik als kind? Mag ik dromen? En bij wie kan ik terecht om dat te vragen? Want dat is een hele goeie, want niemand wordt de tweede Virgil van Dijk. Ja, goed, misschien iemand, maar er is maar één Virgil van Dijk. Dus dat is een mooie, maar daarom is dat is ook niet eigenlijk wat wij willen. Want ik kan zeggen, in een ideaal plaatje zie ik een foto van Fatima, die advocaat is, en van Boris, die stratenmaker is, en van, Gerrit, die is burgemeester geworden. Die staan met z'n allen omdat ze ooit geïnspireerd zijn, en de volgende is loodgieter, door Project Comeback. En wat uiteindelijk jouw weg is, en misschien staat er ook nog wel één profvoetballer tussen, maar dat is tenminste toch niet dat. Nee, uiteindelijk zoek je natuurlijk naar een. Het is natuurlijk een momentopname. Maar daarom bedden we het ook in het werk wat er al gebeurt. Hè? Dus in het jongerenwerk of in wat er op scholen gebeurt. Omdat het kan voor de vonk zorgen. Hè? Ja, precies. En dat is. Dat wil niet zeggen dat het bij iedereen gebeurt, die in dit geval met Project Comeback meedoet. Maar het kan wel zijn dat het een stapeling is van dingen dat op een ander moment dat het wel gebeurt. En dat ook bijvoorbeeld de jongere werkers er een keer op kunnen terugpakken. Je maakt het eigenlijk heel klein. En je hoopt, omdat je het ook inbedt, dat het ook. Het hoeft niet à la minuut ergens toe te leiden. Het moet al zeker niet toe leiden dat je het gevoel hebt van, het wordt alleen maar verder weg, mijn droom. Ja. Het moet juist het ietsje dichterbij brengen. En ja, de ervaring leert toch wel. Dat hebben wij ook met onze lokale helden. We hebben natuurlijk ook in ons sportbeleid hebben we ook mensen als Jeroen Straathof en Femke Dekker. En Yveske van Belkum. Die doen dat ook. En die doen dat soms. Sportambassadeur. Dat zijn onze ambassadeurs. En die eigenlijk zoeken die ook naar manieren om dat vonkje, om een jongere aan te zetten. En hem of haar te laten inzien van, laat ik er eerst maar eens beginnen met het erover te hebben. Ja. Ik zit ergens mee. Want het is geen topsportkweekschool of zo. Nee, helemaal niet. Het enige wat wel gemeen is, ze zeggen natuurlijk allemaal hoe fijn sport voor lijf en geest is. Ik bedoel, dat hoop ik dat wij dat in ieder geval inmiddels allemaal weten, maar dat is belangrijk. Wat ook belangrijk is, de herkenning. Hè? Virgil van Dijk die zegt dat hij het in corona, toen hij geblesseerd was, heel zwaar had mentaal. Omdat hij iedere dag in zijn eentje moest werken. En dat hij goed met zijn vrouw kan praten. Maar op een gegeven moment dat niet meer met zijn vrouw kon bespreken. En toen dacht ik, moet met een psycholoog praten, want ik word hier gek. En dan denk ik, kinderen, Virgil van Dijk? Dan mag ik ook. En toen zei hij, dus het is heel normaal, jongens, om je eenzaam te voelen. Om je niet gewenst te voelen. En we hebben één meisje die heeft aan het project meegaan. Die zei zo mooi ook, die zei, je kan in een heel druk gezin opgroeien, maar heel eenzaam zijn, want niemand heeft tijd voor elkaar. En die zei, ik vind het zo fijn dat ik nu met die gesprekken met die topsporters, want je praat met ze, hè? Het is interactie. Het is niet alleen maar een praatje houden. Stelt vragen dat ik gehoord word. Dus die kon dat heel mooi verwoorden. En die werd helemaal, lekker. Het is een meisje die op zichzelf woont, niet meer thuis mocht wonen. Ontzettend leuk kind. En dat iemand hoort me. En die was dus helemaal de volgende dag, ik heb er weer zin in. En volgens mij hebben we een bericht gekregen van een jongetje uit Leiden, die al maandenlang droevig uit zijn ogen keek en die kwam de volgende dag weer
Ik heb zo'n leuke sessie gehad, want ik heb Virgil van Dijk gesproken. Die was weer helemaal, alleen dat gegeven al. Dat maakt het waar. Nou ja, ik denk dat iedereen onmiddellijk eigenlijk wil meegaan doen aan Project Comeback. Ja, moet natuurlijk helemaal vol lopen met dus ze kunnen natuurlijk gewoon naar, ik neem aan, een website van de gemeente of is het een website van Project Comeback? Project Comeback is een algemene website, maar via de gemeente. Maar Project Comeback is alle informatie op te vinden en anders ons rechtstreeks even mailen. Je hoorde Barbara Barend en sportwethouder Paul Dirksen over Project Comeback, waarbij topsporters jongeren in de stad Leiden gaan inspireren om tegenslag te overwinnen.